Hey guys, wij hebben vandaag weer een mukbang voor jullie. En niet zomaar eentje. Wij hebben... een Disney Mickey Disney mukbang. Disney Food mukbang. Wij zijn vandaag naar Epcot geweest. Mm-hmm. En Epcot is een van de vier parken hier in Orlando van Disney. Ja. Epcot draait heel erg om eten. Oh ja. Ja, en wij hebben... En drinken. En drinken ook. En drinken. Daar hebben we ons niet echt op gefocust, maar... wij hebben de lekkerste, populairste, allerlei dingen eigenlijk gekocht om nu hier op te eten voor deze video. Ik ben dus, ook echt oprecht benieuwd naar een aantal waarvan ik weet dat elke keer als je dan die blog dingen kijkt en zo, dan komt die speciale gene er weer. En dat hebben we nu. Ja, en ik dacht misschien kunnen we het combineren met uitleggen hoe dit nou werkt met Disney en eten en... zeg maar, er zit een heel systeem. Mensen zijn er helemaal van, wow, je moet echt goed voorbereiden en zo. Klopt, maar het is wel heel leuk. Dus ik dacht, kunnen we het daarover hebben. Mm-hmm. Volgens is hier de Disney-expert bij deze. Maar nou goed, ja, jij bent wel degene die dat allemaal eigenlijk regelt. Dat is wel waar, ja. Shout-out naar Disney Dad. Disney Dad. En ondertussen gaan we lekker snacken en eten. Mm-hmm, dus. Mm-hmm, we hebben serieus maar één hartig iets. Is dat zo? Die pretzel. Huh. Ja. Ja, we gaan beginnen met de Mickey pretzel. We hebben een bordje en vork en mes voor het idee, maar als je daar loopt. We love de Mickey pretzel. Ja. Dat ding is zo lekker. Er is ook ergens, ik heb het ooit een keer gezien, dat er eentje is met kaas erin. Oh my god. Ja, I know. Ik weet niet waar. I don't know. Maar cheese dip, dus cheese. Ja, dit is hem. Het is best wel een royale grote pretzel. En hij is lekker. Pretzels kunnen ook heel droog zijn en zo, maar deze is super goed. Deze is echt wel lekker. Worden pretzels kook? Gekookt, ja. Net als een bagel. Ja. Cheddar cheese sauce. Dit is zeker, denk ik, een van onze faves. Hoe simpel die ook is. We halen hem elke keer als we naar Disney gaan. Dus je neemt maar een stuk oor. En een Mickey wafel. Dat is ook heel lekker. Och, ja. Dit hebben we dus allemaal gewoon gekocht bij Stands. Je hebt ook, je kan ook mobile order. Je kan naar restaurants gaan. Er zijn heel veel restaurants. Misschien is het goed om te beginnen bij... het begin, hoe ga je naar Disney? Dit is trouwens niet gesponsord, wij betalen dit allemaal zelf. Het is niet goedkoop, het is gewoon wel, laten we eerlijk zijn, aan de prijs. Wij halen wel elke keer een pas voor 14 keer. Oké, dit klinkt allemaal heel extreem, maar hear me out. Och. Het klinkt allemaal als je denkt, wow, 14 keer Disney. Maar als je dus een losse ticket koopt om een dag te gaan, ben je om en nabij €200 kwijt. Dus 170 of zoiets. Zoiets, ja. Wij kopen voor 14 dagen een pas voor €500 per persoon. Dus dat heb je eruit na 3 keer Disney, zeg maar. En er zijn 4 parken. Je hebt Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot en Hollywood Studios. Ja. Mocht je de vlogs volgen, we zijn naar alle parken meerdere keren geweest, dan kun je het zien. En dan heb je nog 2 waterparken. Ik wil die eigenlijk wel doen dit keer. Ja, ik keer. Ook. Ze gaan echt heel leuk zijn. Mm-hmm. Blizzard. Ik weet even niet hoe die heet. Maar je hebt er dus 2. Dus dat heb je ook nog, daar kunnen we ook nog heen. En wij hebben ook nog eens dat je kan parkhoppen, dat kan ook niet altijd. Dus dan kan je na 2 uur 's middags naar een ander park, mits ter plek is. En we hebben fotopass, dus dan al de mensen die daar foto's maken en de rides, als er een foto wordt gemaakt in een ride, kan je die foto's gewoon ophalen. Dan krijg je al die foto's. Ja. En dat is normaal, is dat al $100 per dag. Mm-hmm. En het is dan maar niet pas, het lijkt bijna een soort ad, maar het is letterlijk, Foof heeft helemaal onderzoek gedaan hoe, wat, waar. Maar in principe, wij vinden het wel leuk om een paar keer te gaan, dus dan is het alsnog goedkoper. Mila kan nog gratis. Ja. Dus wat dat betreft is het nu nog een wat goedkoper. Ja, wat is goedkoop? Het is minder duur dan een paar dagen een dagpas halen. Ja, zeker. Ik eet dit stuk gewoon op. Ik begon met, ik neem wel eens een klein hapje, maar dit is zo lekker. Oké, dan eet ik dit stukje wat volgens mij bij mijn oor hoorde. Dat ik dan nog even moet eten, want dat is echt lekker. Oké, dus je koopt tickets om naar Disney te gaan, maar je moet je parken reserveren. Ja. En je kan dan op een kalender zien wat er nog beschikbaar is voor de dag dat je wil gaan. Magic Kingdom en Hollywood Studios zijn altijd de eerste die weg zijn. Ja, vol zitten. Daarna Epcot en daarna Animal Kingdom. Nu was het heel druk, maar morgen is er toevallig
een run. Marathon. Ja, mensen marathon. Rennen ook daar. Dus dan is het al drukker en natuurlijk net oud en nieuw geweest. Dus mensen zijn er nog. Ja. Volgende week is alles beschikbaar. Ja, dus het is goed om dit vooraf te plannen. Heel veel mensen beginnen al maanden van tevoren. Nou, natuurlijk waar je gaat slapen en wanneer je wil gaan. Maar ook om te kijken van wat is er beschikbaar. Mm-hmm. Als je ruim op tijd bent, zijn alle parken nog beschikbaar. Als je vandaag denkt, ik ga morgen. Nou, dan heb je kans dat er helemaal geen plek is. Ja. Aan de deur hebben ze 9 van 10 keer geen tickets. Klopt. En dat hebben we ook echt ervaren dat we vorige keer hier waren met de crew die ons huis ging doen. Mm-hmm. En dat ze echt... Want ons huis zit een kwartier van Disney af. Dus toen zeiden we, gaan jullie maar. We hadden nog geen tickets. Kunnen jullie even bellen als het kan? En het kon dus echt niet aan de deur. Dat is wel grappig. Je ziet altijd als we erheen gaan, zie je 2 of 3 mensen die dan een ticket proberen te kopen. Ja. Iedereen weet het ook. Het is gewoon niet het onbegonnen werk, zeg maar. Ja, en om daar te komen moet je of eerst met de bus... Ik denk dat dat wel gratis is, meer? Weet ik niet zeker. Nee, je moet je voor betalen, volgens mij. Ja, maar dus, en dan betaal je daar al voor. Of je moet parkeren met de auto, moet je natuurlijk ook voor betalen. Dat is best wel een risico als je dan daarheen gaat en dan een keer om aan de deur te kopen. Nou, gonna work. Yep. Dan kan de vlade day. Ik wil heel graag die funnel cake proberen. Dit is funnel cake, dit is ook vet populair. Dit is eigenlijk gewoon gefrituurde deeg. En dan met poedersuiker. Ze hebben ook met een ijsbolletje en zo. Maar heerlijk. Ik kon het natuurlijk niet echt meenemen. Nee, ik denk dan hadden we een soort milkshake. Ja. Ook lekker. Dus maar van oké, ik zo het. Dit is wel echt iets Amerikaans. Wij hebben dit echt niet. Nou ja, het lijkt wel een beetje... Ik weet niet, op iets Duits of zo. Wil je dit? Of? Ja, prima. Ja, misschien Duits. Ja, zou voor je beeldvorming, wat heeft dit gekost? Vind je een kaak? Wat heeft dit gekost? Die pretzel was $7. Dit was $10, die van oké. Maar dit is wel echt groot. En die pretzel is ook echt huge. Nou kijk, er was saus bij. Dat heb je hier dan weer niet. Mm. Lekker. Een soort gefrituurde pannenkoek? Ja. Toch? Ja. Heerlijk. Mm-hmm. Oh, dit is echt lekker. Het is niet oliebol. Nee, het is niet oliebol. Het is meer pannenkoek. Ja. Dus dat reserveer je. En als je bij een speciaal restaurant moet je in Parijs moet je dat ook doen. Maar als je bij een speciaal restaurant wil eten, moet je ook van tevoren boeken. Ja. En dan kan je kijken, diner, ontbijt, whatever. Sommigen hebben character dining en sommigen hebben alleen character dining in de ochtend. Wat is character dining? Dan heb je dus Mickey die aan je tafel komt en zo. Dat is best wel heel bizar. Ja. Dat hebben we vandaag ook gehad, dat is zo leuk. Mm-hmm. Parijs zijn we ook best wel vaak geweest. Hebben we dat nooit gedaan? Nee, we hebben dat nooit gedaan, maar je kan het denk ik niet vergelijken met hier. Want soms hoor ik dat van mensen, ik ben een paar keer in Parijs geweest of ik vond er niet zoveel aan. Niet, het zijn echt hele andere ervaringen. Mm-hmm. Hier zijn ook 4 parken. Ik bedoel, daar hebben we... 2. Ja, en daar is het heel erg, zeg maar, Magic Kingdom is met het kasteel. En dat heb je dan in Parijs heel erg, maar hier heb je echt 4 hele diverse parken. Hele eigen beleving, hele eigen ervaring, zeg maar. Dus ik kan niet afschrijven als ook van Parijs niet leuk, dus dan vind ik dit ook je hebt dan natuurlijk ook wel Hollywood Studios met de Terror Tower. Mm-hmm. Maar ja, voor de rest is dat toch ook wel weer anders. Het is echt heel lekker. Mm-hmm. Ik zit ook van, ik wil meer, maar we hebben nog zoveel. Heel graag. Maar je reserveert dus. En dan kan je dus eten, dan moet je van tevoren dus reserveren. En je kan hem ook niet zomaar meer cancelen. Nu al 2 uur van tevoren dat het nog daarvoor zou kunnen. Vandaag komt 2 uur van tevoren, ja. Mm. Zullen we deze doen? En als moet je betalen? Ja. Dit was bij, want in Epcot heb je dus allemaal landen met food. En dit was dan van Rocco. Die had een steentje met, ze hadden baklava, dus dacht ik, ja, maar dat kennen we wel. Maar dit was pistache met kokosbal. Fun fact, al die landen zijn dus gesponsord door de landen. No way! Ja, wist je niet? Ik dacht dat het een soort van leuk... samenwerking. Nee hoor, daarom hebben ze ook dus nog heel veel plek over. Oh. Want dat hebben ze. En niet alle landen willen daar... Dat is niet waar. Heel graag er waren landen die heel graag wilden investeren, maar corona, bla bla. Mm-hmm. Dus ja. Dat is lekker. Maar misschien gebeurt het nog. Oeh, met nootjes er doorheen. Het is een soort kokosmacroon met stukjes pistache erin. Dat is heel lekker. Echt een mini stukje, maar wel heel lekker. Maar daartussen, bijvoorbeeld Noorwegen, mm-hmm. heeft dan dus Frozen. Een gedeelte van de oceaan en daar heb je dan Nemo en zo. Dus in principe, je reserveert een park. Je koopt je tickets, je reserveert de dagen. En dan moet je op die dagen een park kiezen. Zo van, ik ga vandaag naar Hollywood Studios, de volgende dag wil ik naar Animal Kingdom.
Of je gaat maar één keer en dan kies je die dag dat park. Mm-hmm. Reserveert je restaurant. Ja, je reserveert je restaurant. Maar, daar is nog een andere manier. Ja. Als je niet wil reserveren, maar toch bij een restaurant wil eten. Oeh, dit is wel een tricky, dit is wel een risicootje. Dit is mega tricky, ja. Dat kan bijna niet. Nee. Maar, je kan soms, kan je een de walk-up list joinen in de app. Dus dan ga je in de app en dan wil je bij dat restaurant join the walk-up list. Een soort wachtlijst. Een soort wachtlijst. En soms duurt het 15 minuten, ja. Soms duurt het een uur en soms lukt het niet. Ja, maar ik weet niet of je dat risico wil nemen. Zeker met kinderen als je beloofd hebt, we gaan het Mickey eten. Wees er op tijd bij. Je kan 60 dagen van tevoren kan je reserveren. Dus als je echt zeker weet iets wil, zet gewoon je wekker. Dat doen mensen echt van oké, om middernacht, Amerika tijd. Bam, ga ik gelijk boeken. En er zijn er een paar. Ohana. Ja, Ohana, die is heel populair. Oh, dat is zo lekker. Oh, en dat is ook weer zoiets. Ohana zit niet eens in een Disneypark. Ohana zit in een resort. Disney heeft dus allemaal resorts. Allemaal verschillende luxe, medium, mm-hmm. van alles. En die hebben dus ook hele populaire restaurants. Ja. Deze doen we. Deze sigaretten okay. aan te staren. Van Caramel Kiesje. Duitsland. Dit is heel populair, toch? Mm. Ja, no, dat die ander, is, die ja, koekje. Maar die ook, hoor. Oké. Okay. Dat is Caramel Kiesje, dat is Duitsland. Ja, die moet je denk ik snijden. Sticky. Oh, te laat. Je hebt ook zo eentje van Chewy, die wil ik ook nog steeds proberen. Maar dat is natuurlijk Hollywood Studios. Even kijken. Dit was brownie. Hier moet karamel in zitten. Er zit karamel. Heel sticky. Ik ben niet zo van extreem sticky. Mmm. Ik hou van natte cake, maar niet... Dus snap maar even. Lekker. Lekker, maar het is niet... Ik zou hem niet nog weer kopen. Mm. Ik vind hem lekkerder nog dan die. Mm. Ik hou heel erg van de structuur van kokosmacroon. Maar nee, dit is... Het is voor de caramel freaks, is dit. Dat is de Weimer. Ja, nee, lekker wel. Zullen we gelijk die doen? Ja hoor. Het is dus de cookie... Met cream ertussen. Oh ja, dat is de cookie. Dat is en daar gingerbread zit cookie. Ook caramel in. Dat is een gingerbread cookie. Voor mij is het ook echt chewy, of niet? Ja, hier. Er zit nog een stuk koek hoort erbij. Oh ja, give me the cook. Ben je nou helemaal koek? Oh, dit is niet dezelfde cream ook. Nee, dit is meer een soort fluffy... Structuur. Frosting. Oh my god. Ik kan je nu wel zeggen dat dit de winnaar is. Ja, ik snap wel dat dit zo extreem... Dit is de winnaar van alles. Dit is niet normaal. 100%. Zo... Mhm. Mhm. Mm. Mm. Ik leg dit even weg om later te genieten. Dit is zo lekker. Ja, heel goed idee. Gingerbread cookie met caramel frosting. Zit er iets van mint in of zo? Pumpkin spice-achtig zit erin. Ja, maar je voelt met iets. Dat... Oh, dat is de kaneel pumpkin, mm-hmm. Ja. De hoe heet dat? Holy crap, wat lekker. Dit is absurd. Speculaas koekkruiden. Nee, hoe heet dat nou? Die wat scherpere. Cayenne peper. Nee, je hebt... Gember. Kardemom. Er zit heel veel kardemom in. Heel lekker. Oké, walk-up list. Walk-up list, 60 dagen van tevoren reserveren. Misschien Disney Food Blog? Er zijn heel veel YouTube-kanalen en Disney-influencers en zo. Die kregen we allemaal volgd, vroeger ook een paar. En één van onze favorieten is Disney Food Blog. Ja. Letterlijk hun hele ding is dat ze food reviewen, delen van jongens... Dan is er bijvoorbeeld zo'n cheese, hoe heet het? Cheeseburger roll? Oh, je bedoelt die spring roll of cheeseburger? Ja. Nou, dat is dan bijvoorbeeld super populair. Ik zou dit dus niet weten. Hè. Ik loop door een Disney park, ik heb geen idee. Maar you guys, de cheeseburger spring roll is zo laat. Dat standje staat dan op een bepaald punt. Of maar op een ander je weet punt. Nooit helemaal je weet nooit wanneer die er is. En als die er is, is hij heel even. En mensen rennen naar die spring rolls. En dan zijn ze op en dan is hij ook weg. Dan komt hij niet meer terug. Ja, want als ze op zijn, zijn ze op. Dus that's a thing. En op een gegeven moment, Gregor had dat dus helemaal bijgehouden. Zo van, oh, hij is er, maar hij is er, wij daarheen, oh, weet je, nou, ja, de rol. Dus als je dat niet weet, heb je geen idee. En hoe lekker was de rol? Hij was heel lekker. Dus dit soort dingen zijn best wel geinig om... Mila vond hem ook lekker. Om een beetje in de gaten te houden en te zien wat zij bijvoorbeeld zeggen. En wat voor nieuws er in het park is. En bijvoorbeeld dat die kippenpoot niet te eten is. Ja, en of er wel character dining in één keer weer was. Oh, je kippenpoot is een turkey leg. Ja.
Het is altijd zo'n meme ding en dan van, ik kan niet wachten totdat ik jullie allemaal weer kan, not you, kan eten. Dan die kip, er is zeg maar, hij was er net weer. Ja, daar bij ik twijfelde omdat ik dacht, moet ik hem dan voor dit? Maar nee, ik dacht, ja, geniet eens. Het is en een groot duur ding, echt op turkey lekker. En uiteindelijk is die vies, zegt iedereen dat ze het is gewoon, ja, ik niet dat het gewoon droog. Ik wil mij niet zeggen, maar ik wil echt weer een stukje hiervan. Nou, ho. Wat? Dat mag nog niet. Waarom niet? Ik wil zo graag even mijn smaakpalet neutraliseren. Dat is wel een goed idee. Ja, toch? Dit is onze gember. Oh, wat erg. Oké, ik doe met je mee, hè. Dit kleine stukje. Walk-up list dus. Je hebt natuurlijk ook andere restaurantjes-achtige dingen. Zoals Casey's Corner. Dit heb je dus ook in Parijs. Dan kan je hot dogs eten. Ja, met de hot dog, ja. Maar dat zijn, en allemaal kleine-achtige restaurantjes. Waar je dus ook, nu komt het, mobile kan orderen. Ja, en heel veel mensen die weten dat niet. Hoe vaak maken wij wel niet mee dat mensen daar staan en zeggen, help, I don't know what to do, can you, what do we have to do, how do we do this? Sowieso moet je zeg maar de Disney... heel lang in de rij staan om überhaupt naar binnen te gaan. Ja, terwijl als je dan die app downloadt, dat is een Disney... Oh, het lijkt echt net een soort ad voor Disney. Dit is echt al, ik hoor ons praten. Het is net... Je downloadt de Disney Park app, of hoe heet het? De Disney World... app. In die world app? My experience. En daarin heb je ticket ook. En daar kan je dus al die boekingen doen en zo. En daar kan je dus... je moet wel vertellen wat we nu gaan eten. Cinnamon roll Mickey. Mickey, dat waren zijn oren. Wacht. Dit is hem. Dit is ook hem. Heel bekend en populair. Allebei een roll. Ja dan, ik wilde jou die geven. Oh. Ja, dit is zo lekker. Hij is goed gooey sticky. So good. Kijk hoeveel cinnamon. Ja, mijn is natuurlijk helemaal vol. Maar die app download je en daarin kan je dus ook sowieso zien van, hey, walk-up dingen zie je daarin staan. En je kan dus mobile orders doen, dus dan zie je bijvoorbeeld Casey's Corner of iets en dan voer je al in menu. Oh, oké, ik wil dat bestellen, dat. En dan kan je eigenlijk misschien doorlopen. Eten. Ja. En het is echt wel handig, zeker met een kleintje, weet je wel, dat je gewoon even weet waar je toe bent. Oké, we kunnen nog even rondlopen of oké, we kunnen nu naar een tafel. En dan krijg je een pop-up van, hey, eten is er. Gebruik daar toch al een wifi van Disney. Ja. Dus gewoon internet in het hele park. Ja. Natuurlijk zijn er stukjes waar je het niet hebt, maar bij het eten sowieso ook wel. Dus dat is heel handig. Ja. Oh my god, dit is zo lekker. Wat dit? Dat is insane, ja. Oh, dat is echt lekker. Zo lekker. De vier parken, misschien is dat ook wel leuk om te vertellen. Wat is het verschil? Je hebt Magic Kingdom. Magic Kingdom is dus met het kasteel, met prinsessen, met gewoon een beetje classic Disney. Ja. Parades, de show, lichtshow, attracties, dat hebben ze allemaal, maar... Kasteel is, als het goed is... wel bijna hetzelfde als die van Parijs. Ja. Want je hebt dus verschillende kastelen. Die van L.A. is, die is heel klein. Kan je niet doorheen lopen, moet je omheen. Dus Orlando en Parijs zijn groot. Kan je doorheen. Maar ja, dat is inderdaad Magic Kingdom. Dan heb je dus de Buzz Lightyear. It's a Small World. Ja, je hebt allerlei... gewoon de dingen die je kent. Gewoon, ik denk voor kleintjes is Magic... Magic Kingdom denk ik wel het leukste. Dan hebben we Animal Kingdom, dat is heel erg... Ja, of Animal. Ja, Animal is ook wel heel leuk. Animal Kingdom is heel erg Lion King en gewoon eigenlijk dieren en jungle en... Minst Disney-achtig, denk ik. Ja, vind ik ook. Avatar, de Avatar Tree staat er. Het is mijn persoonlijke favoriete park. Ik vind het echt is, heel leuk. Het is niet echt de Avatar Tree. Het is wel de Tree of Life en hij heet toevallig ook zo, maar het is niet die nee, van het is niet die van, maar dat zeg maar die vibe hangt er en zo. Ik vind het echt een prachtig park. Het is echt genieten. Het is heel... Ik vind dat park dus ook het meest... rustig. Ik zeg altijd, ik zeg elke keer minste prikkels. Als mensen heel snel overprikkeld raken en je weet niet naar welk, ga dan naar Animal Kingdom. Ik vind dat echt. Ja, je hebt een paar hele rustige stukjes waar je gewoon even kan wandelen en af kan zonderen. Nee, maar de sfeer is ook gewoon super, super chill. Dan hebben we Epcot. Dat is dus waar we hier waren vandaag, waar dit vandaan komt. Dat is met allemaal eten. Ja, eten en cultuur ook. Dus ja, landen. Gewoon dingen, cultuur, dingen van dat land zien. En natuurlijk heeft elk land. Cultuur qua eten. En die attracties. Waar jij zo graag in wil ook.
Guardians of the Galaxy wil ik heel graag in. Vertel even hoe je daarin gaat. Want je kan niet zomaar... Dat is ook weer een ding. Guardians of the Galaxy is een van de attracties waarbij je online in de rij moet staan. Moet je 's ochtends direct doen. Hoe laat 's ochtends? 6 uur of zo? 7 of 8 uur 's ochtends kan je dus kan je in de rij gaan staan. Zeg je zo laat wil ik. En dan de groep van zo laat kan nu komen om in de rij te gaan staan. Hoe is die? Heel lekker. Marshmallow. Oh, mooi. Ik wil heel graag. Maar daar wil ik heel graag in. Tron komt daar. Moana komt. Oh my god. Dat is nog echt heel mooi. Moana. Oh, we hebben Moana gezien. Ja, dat is ook weer een ding. Dat niet alle characters er rondlopen. En Moana was er nu. En, nou goed, dat is dan ook weer heel bijzonder. Is best lekker, toch? Gewoon een marshmallow gedipt in chocola. This is my thing. I like that. Ik ga hem wel weer terugleggen, maar... Nee, plus me. Dan heb je natuurlijk nog Lightning Lane dingen dat je eerder kan. Tegenwoordig is dat nu Genie Plus. Ja. Moet je dan betalen per dag. En dan kan je twee attracties invullen. En als die ene voorbij is, kan je er nog één doen. En dan, nou ja, dat kan ook. We hebben één keer gedaan en het was om Mickey te ontmoeten. Ja, we hebben gebruikt om in voor de meet and greet te rijden voor Mickey. Ik vind persoonlijk Lightning Lane, als je echt heel graag in een attractie snel wil... Nou, ik snap het. Als je bij Star Wars of sommige andere dingen... Dat snap I get ik. It hoor. Of Peter ja, Pan. Of, snap ik. Maar het is niet dat je denkt, hey, dat is een fastpass. Ik mag de hele dag door bij attracties. Nee, zo werkt, zo werkt het dus niet. Er zijn trouwens wel VIP-tours. Die hebben dat wel, toch? Dat ze door... Ja, en je kan ook nog bij sommigen doen niet mee met die Genie Plus. Maar dan kan je nog wel weer betalen. Ja, moet je per attractie betalen ook nog. Dat kan ook nog. Wel intens. Maar... je hebt VIP-tours, dat is dan 4.000 euro en dan mag je met 10 man. Ja, ik wist het ook niet meer. 4.000, toch? Mm-hmm. Ja. 4.000 met 10 man en dan met zo'n VIP-persoon. En dan mag je overal doorheen lopen, maar dan blijkbaar doen celebrities dat en zo. Ja. Ik zag dat je binnenkort ook voor 2 miljoen, geloof ik, een hele dag kan afhuren. Heel Disney een dag afhuren? Maar hij zei dat, ik zeg 2 miljoen. Er zijn echt heel veel biljonairs die het waarschijnlijk willen gaan doen. En dan, oh my god, dat is best wel... Nou ja. En wat dacht je dan als je dan net een ticket hebt gekocht en iemand... Oh, en er staat, sorry, deze dag... Nee, maar dan moet je zeker 3 jaar van tevoren al gaan... Nou, wat nou als je een annual pass hebt? Ja? En dan kan jij gewoon die dag niet. Maar ja, aan de andere kant is geen annual pass. Oh, dat mega cool ding. Gaan we ervoor? Mega chocolate. Anders voor je hoofd? Ja, dat ding is schitterend. Mega. Kijk hoeveel chocolate chips erin zitten. Ik denk een heel zakje. Mm-hmm. Gewoon allebei een stuk ervan? Ja. Doe deze nog even. Dus schijnt bij Epcot heb je dan zo'n bakery buiten Epcot op de Walk Boulevard. Mm-hmm. Nee, dan heb je dan de koekjes. Of nee, bij Disney Springs is dat. Mm-hmm. Daar heb je een bakery en dan 's ochtends, als je er op tijd bent, dan zijn de koekjes allemaal heel warm en zo. Schijnt heel lekker te zijn. Mm. Ik heb een filmpje naar mij gestuurd dat mensen daarheen gingen en zo. Mm-hmm. That's good. Mm. Goed that's cookie. A good cookie. Ja. Lekker stukje zout erin ook. Mooi. Mm-hmm. En verder, wat hebben we nou gehad? Epcot. En dan hebben we Hollywood Studios. Mm-hmm. Mijn persoonlijk minst favoriete, maar dat heeft meer te maken met dat ik niet mega veel heb met Star Wars. Met andere woorden, ze hebben daar Star Wars. Ja, heel erg op Star Amazing. Wars. Ja, het is wel, ik kan het wel waarderen als ik daar ben, hoe mooi het allemaal gemaakt is. Het is alsof je in Star Wars loopt. Ja, en ook dat die characters zo goed meespelen. Dat ze allemaal door het park lopen en ook... Want je kan kiezen aan welke kant je staat. Dat is toch het ding, dat die kindjes lopen rond en dan gaan die characters ook echt tegen je praten alsof je bij hun hoort of juist ja, niet. Als er een, bijvoorbeeld als er een jongetje in een Darth Vader outfit loopt, dan gaan de Stormtroopers en Kylo Ren wel tegen je praten, ja. Ja, dat is toch te schattig. Ja. Dat is echt wel... Chewie en Rey. Ik kan het wel waarderen. Zeg maar, ik zie het en denk ik, oké, cool. Ik ben niet per se een mega Star Wars fan of zo. Maar... Mandalorian is er nu. Ja. Met Baby Yoda. Oh my god. Ja, dat Mandalorian vind ik wel leuk. Baby Yoda ook. Waar de Baby Yoda we die gaan zien. Oh. Ja. Maar, maar die loopt nu rond, hè? Met z'n tweeën. Met Baby Yoda? Ja, tuurlijk. Echt? Oh. Sinds een paar weken of zo. Oh, dat moet ik dan maar eventjes in de gaten houden. Mm-hmm. Daarheen gaan. Mm-hmm. Maar die hebben dan weer... Gek, want ze hebben een baby Yoda. Ja. Attractie... 2. Ja. Ze hebben gewoon de Millennium Falcon in grote size. En
Daar is een Hidden Donut. Die heb ik al eens laten zien op de vlog. Ja. Zal ik volgende keer gewoon nog een keer laten zien. Zullen we maar en je kan daar... Ja, let's go for it. Heel vet. Een lightsaber. Nou, ik heb een lightsaber gekocht. Maar je kan ook een lightsaber maken. De kwaliteit is dan net ietsjes minder. Maar je hebt wel je eigen lightsaber. Met een crystal erin. En als je kan dan de kleur kiezen. Maar je weet niet van wie die crystal is. Dan kan je daar weer een ander ding voor kopen. Doe je die daarin. En dan weet je van wie die crystal was. En je kan je droid kopen. En nee. Maar hoe leuk, droid, dat is dus zo'n poppetje. Die kan je maken. En als je die dan vast hebt of in je rugzak en je loopt rond, dan praten de droids met elkaar. Als iemand anders ook een droid in zijn tas heeft, dat is wel gewoon echt heel. Maar je mag je droid er niet uithalen. Waarom niet? Ik weet niet, maar het mag echt niet. Nee? Maar de characters gaan tegen je praten en zeggen van dat niet mag. Echt? Mm-hmm. Maar dit zijn wel dingen, ook dat moet je ruim van tevoren reserveren. Er zijn dus heel veel kids en volwassenen ook die een lightsaber willen maken. En daar echt voor sparen. Want het is volgens mij $200 maar één te maken ook. Maar je moet wel... Ja, maar je moet wel echt reserveren. Het is niet dat je aan kan komen en denk, oh, ik ga dat vandaag doen. Nee, dan is er gewoon geen plek voor je. Dus je moet alles, je moet een park reserveren. We gaan even deze doen. We waren bij de bakery om wat dingen te halen. En toen vroegen we, wat is dit? Hoe heet het ook weer? School bun of zoiets? School bun, ja. En toen zei die vrouw, er zit cream in en dit is het populairste bakery. Dan moeten we hier gewoon happen van nemen. Ja, denk ik ook. Bakery treat van heel Epcot. Best verkochte. Ik zou denken dat die het is, maar oké. Okay. Ja. Hoe jij? Nee, go for it. Ik wacht netjes af. Het toefje was alleen niet helemaal mooi meer, dus die is opgevoed. Het toefje zit ook voor mij. Oh. Ja, is het echt zo goed? Oh my god. Oh, dit is echt mijn ding. Citroencream. Wat? Ik proef citroen. Mag ik nog een beetje van die cream? Oh, dit is heel lekker. Zullen we deze gelijk opeten? Want dat kunnen we niet bewaren. Aha. Mhm. Eigenlijk is het een beetje melonbar. Ja, vind je? Dat is het misschien. Een beetje toch? Meloenachtig. Dat is nog een beetje melonbun, die zoetheid. Nee. Oh. Nee, wacht. Anders doen we even zo. Dit is die flakes van Where oh my god. Coconut, nee. Nee, maar ik dacht, als we nou zo doen. Zo. Ik dacht, als we nou gewoon eten. Dit is echt heel lekker. Mm. Maar er zit hier iets in waardoor die wat donkerder is van kleur. Mm-hmm. Het is niet gewoon witte. Oh my god, dit is zo lekker. Hoe heb je de cream gemaakt zo? Dat is echt heel lekker. Dat kan je gewoon nog om. Mm-mm. Geen Boston cream. Deze is lekker, hè? Deze met die samen. Ja, dat zijn de winnaars. We hebben de cupcake nog niet op, die geweldig is. 80 jaar. 80 jaar. 50 jaar. En nu is 100 jaar. LA. Jeetje, dit is echt heel lekker. Mm. Ik vind tot nu toe deze minst boeiend. Die chocolate. Ja. Die marshmallow. Speaking of dingen waarvoor je moet reserveren. Dus die rides van Star Wars bijna niet te doen. Maar, kan natuurlijk met Lightning Lane. Dus met Disney of Genie Plus. Maar, je hebt nu een restaurant dat ga je met de lift omhoog. Mm-hmm. En dan zit je zogenaamd in de ruimte. Die kan niet te doen. Nee, niet te doen, het kan wel. Maar het is niet. Dit zijn de allermoeilijkste. Het is bijna een soort challenge om daar een plekje te bemachtigen. Ik had ook weer gezien van iemand die gewoon daarheen ging. Zei, heb je de plek? Ja hoor, is goed, ga maar naar boven. Nee! Ja, dan heb je echt heel veel geluk. Dan heeft iemand is niet opkomen dagen waarschijnlijk. Dat waarschijnlijk of te laat. Of. En je hebt een hotel van Star Wars. Ja, ik heb dat. Zit bij Hollywood Studios. Echt heel tof. Duur 2 dagen. Je kan niet langer, je kan niet korter. Dat is het. En het is gewoon een hele experience. Toch? Dan kies je een kant en dan ga je een heel soort. Oké, geen spoilers. Dat is de enige wat niet ik. Kant. Nee, spoilers. Oké, nou in ieder geval. Kanten? Ja, natuurlijk heb je de dark side, maar nee. Dat kan heel leuk zijn, maar die is wel heel duur, heb ik gehoord. Echt heel duur. Weet je hoeveel? Ik dacht in de 5000 of zo. 1 of 2k. Per nacht. Voor 2 nachten. Oké, ja, maar dat is een lot of money. Zeker als je met meerdere kinderen gaat of zo. Want... Ja, misschien wel meer inderdaad. Nee, ik dacht 5000. Zoiets zag ik voor mij komen. Het was in ieder geval heel duur. Ja, never, maar... Voor die liefhebber. Nee, als je het echt leuk vindt, dan moet je dat zeker doen. Want dat ervaringen... Volgens mij zit je ook in een soort... In een wing van een... van een destroyer of zo slaap. Ik weet niet helemaal zeker, maar wel heel tof. Ja.
Maar dus dat zijn de parken en de thema's en wat je er kan doen. En ik vind, ja, eigenlijk zou je elk park moeten, behalve, nou, Hollywood Studio moet echt je ding zijn. Moet eerlijk zijn. Nou, trouwens, Hollywood Studio is super tof. Wat had ik met Mila daar gedaan, wat zo leuk? Frozen. Ja, de Frozen Show. Heb ik wel zitten huilen, want ze was Frozen aan het meezingen en dansen. En dat had ik nog nooit eerder gezien. Dat ze zo... Dus dat vond ik dan maar wel heel erg leuk. Het leukste was dat ze eerst natuurlijk gewoon logisch een beetje spannend vond. En daarna ging ze los. Ze ging helemaal los. En toen kwam er sneeuw. Zo bijzonder. Dat was zo bijzonder. Die maar foto's. Dat is... Oh, zo. Ja, maar en zij jankte en Mila. Maar ik kan me ook voorstellen, als je zonder kids gaat, weet je wel, dan is het natuurlijk sowieso een hele andere ervaring. Dan zou je eerder gaan voor de attracties en de achtbaan en dat soort dingen. Even vergeet er nog één ding. Toy Story Land is daar. Oh, is ook daar, ja. Super vet. Je hebt één Mickey ride die ik heel graag met Mila wil doen, die me heel leuk lijkt. Nou, dus dat zijn eigenlijk de parken. En het vergt wat voorbereiding, maar het is ook best wel leuk, want je gaat filmpjes kijken op YouTube. Ik zou zeggen, check op de vlogs die we hebben gemaakt, ook dan zie je ook. En dan kan je voor jezelf gaan beslissen, waar ga ik heen, welke dag, wanneer, wie gaan er mee. Ik weet bijvoorbeeld dat toen de crew hier was, gingen ze naar Disney, gingen ze ook gewoon onderling bedenken van, oké, ik wil het liefst naar Hollywood Studios, ik ga het liefst naar die. Dus soort van, stel je gaat met een groepje, dan hoef je natuurlijk ook niet allemaal in hetzelfde park te lopen op één dag. Je kan gewoon bewust beslissen van, ik ben meer fan van dat, dus ik ga daarheen. En dan heb je nog Disney Springs. Ja. En dat is zeg maar een mall van Disney. Ja, zo leuk. Super gratis. Ja. Ja, het is eigenlijk een soort van park. Want je gaat er ook heen. Je gaat door de beveiliging en alles. En het is gewoon free. En het is, ik vind het een mega leuke sfeer hebben. Heel leuk. Ja. Je hebt een paar Disney dingen. Je hebt ook een paar niet Disney dingen. Ja, joh. Dus dat is wel heel leuk. Je hebt een hele bioscoop. Dat ding ziet er zo goed uit. Ja, joh. Ja. Deze cupcake. We hebben hier een cupcake. Oh, Mila heeft een heel, heel mini hapje al genomen. Want... Ja, je ziet, ja, hierachter, hier dit. Ze heeft alleen de crème gegeten. We gingen het halen en ze zag dat ik deze aflevering. Ze zei, mama, mag ik een klein hapje? Het is niet diegene die ze toen heeft gekregen. Nee, we hebben dus één keer meegemaakt. Het was zo bijzonder. Toen waren we in Disney en toen zat... Waren we echt net binnen, was Animal Kingdom. En Animal toen, Kingdom, ja. Ja, zat zij, was er Afrikaanse muziek en zij was helemaal mee te jammen zo aan tafel. Ja. En toen kwam er iemand naar haar toe en die zei... Mickey sent me over to give you this because he saw you jamming out. En toen... En toen had ze een, ja, zo'n soort cupcake. En dan voor 50 jaar. Helemaal blauw was hij. Dus ja, ik moet haar altijd steeds aan denken. Haar dag kan niet meer stuk natuurlijk. Nee. Hè? Mickey had de cupcake naar haar gestuurd. Dat hele ding is... Ja, zo is oh, hij. Is, heb je gevoeld hoe zwaar die is? Het is een soort baksteen. Ja, dat is echt een baksteen. Zou er cream in zitten? Iets van karamel? Of is het gewoon donker, maar dan karamel smaak? Ik stel voor dit wel echt met een vorkje zo te... Zal ik dit op jouw bord leggen? Nee, dat op jouw bord. Ik wil zelf doen. Oké, okay, ja. Yeah. Ik wil heel graag. Het zag er zo lekker uit hoe je dat deed, daarom ik wil het zelf doen. Oké. Okay. Oh, mijn vingers. Even hoor. Zit dat hierin? Is dat een papiertje of is het een cake? Ik denk dat laatste. Is dit een soort dark chocolate? Ik weet eigenlijk niet wat er stond. Foef. Is die lekker? Ik moet zeggen, ik vind altijd chocola als chocola heel lekker. Chocola in cake of iets anders. Vind ik het niet meer zo, vaak niet meer zo heel erg lekker. I give you 10 seconds. Waarom? Ik wacht even. Het moet echt goed zijn als ik dat... Oh my god. Is het niet extreem lekker? Ik vind het echt super lekker. Het is echt heel erg lekker, maar dit is helemaal niet zo chocolate, die dark iets, chocolate. Er zit nog iets doorheen of zo. Het is een kleurstof waardoor die zo donker wordt, denk ik. Toch? Dat is weer heel. Oh, dit is echt heel lekker. Jam, jam. Hoe krijg je het gewoon heel ding op? Ik heb geen idee. Ja, misschien omdat we al heel veel hebben gegeten. Ik denk dat ook heel veel mensen het delen. Bijvoorbeeld zo'n mega chocolate chip cookie. Die koop je met meerdere mensen en neem je allemaal een stukje van. En wat sommige mensen doen, Disney pro tip, is dat ze een Tupperware bakje meenemen. En dan dit soort dingetjes kopen, in het bakje doen en dan mee naar huis nemen. En dan nog verder thuis eten. Maar het kan heel warm worden. Ja. Dan ben je in Orlando. En dan kan het niet altijd nog even lekker zijn. Dus nee, dan moet je... Kijk, wij hebben dit echt letterlijk net... We komen net uit het park soort van. Dus we hebben het net meegenomen. Maar ja, dat moet je wel ook goed plannen. Maar damn, ja. Ik vind ook... Maar ja, zo zijn wij natuurlijk. Wij zijn echt van het snacken en het snoepen en dat soort dingen. Ik vind ook dat je op zulke dagen moet je ook gewoon
niet te veel denken van, oh jee. Nee. Weet je, het blijft een pretparkdag. Overigens kan je trouwens wel best wel nog healthy eten. Het eten wat we hadden gegeten was niet verkeerd. Ja, meneer, ik had nog een Caesar salad. Ook een Caesar salad. Gewoon heel clean. Vandaag hadden we lekker boontjes. Mm-hmm. Er is echt wel, het is niet dat het alleen maar dit is. Kijk, we laten nu de populairste snackdingen zien. Maar je mag wel ook goed clean eten. Maar ik vind het zo zonde als mensen zeg maar een boterham meenemen of zo. Dan denk ik, no, it is part of the experience, weet je wel. Er is trouwens één ding wat eigenlijk altijd een beetje, nou niet per se tegenvalt, maar het is niet zo heel boeiend als dat het lijkt. Het is van Joffrey's. Joffrey's heeft amazing coffee. Ja. Maar ze hebben een donut die is gigantisch. Maar en die, we halen die wel eens. Maar dat is meer omdat we denken, oh my god, we hebben zo'n honger, we moeten iets. En Joffrey's is bijna altijd ook voordat je naar binnen gaat. Voordat je naar het park gaat, ja. En elke keer als, ik dat dan, als we dan zo'n donut halen, denk ik, yeah, it's not really worth it, maar het is oké voor nu. Maar dat is een beetje het level, die ligt daar, maar dat heb je dan ook weer met Mickey Pretzels. Dan heb ik 10.000 keer liever Mickey Pretzels. Ja, oh ja. Ja. Maar die hebben zij niet. Wat ik wel nog wil laten zien, nou, is popcorn. Ja, de popcorn. Daarom staat deze hier. Ja, die en we hebben ook die. Ja, wat is dit? Vertel, Fofsky. Geef hier. Hier. Let me see, let me show. Je hebt dit erbij. Dan doe je zo om je nek. Of je doet hem zo. Dan weet je... Uber cool, want wat zit hierin? Daar gaat het eigenlijk vooral. Dit zit vol met popcorn. Ja. Je hebt het ook in drinkenvorm, maar popcorn en ook drinken, als je dan refilled, krijg je korting. Heel veel korting. Heel veel korting, want in plaats van €5,50 of $5,50, is het in één keer maar $2,50. Meer, want dit ding, dat is 20. Ja, maar je hebt ook normaal. $2 om de popcorn te refillen. Ja, €2,25. Ja, dus dat is zeg maar... Dus heel veel mensen kopen het. Maar het ding is, deze dingen zijn dus ook limited. We hebben bijvoorbeeld Simba. En die hadden we vorige keer, die hebben we hier gelaten. Je ziet nu mensen daarmee lopen. Maar... Nee, je kan hem nog wel krijgen. Je kan hem nog wel kopen. Maar er komt een moment dat je niet meer kan krijgen. Deze ook. Die is best wel... Dit is een 50 jaar editie. Van Magic Kingdom. Established 1951. Alleen de Magic Kingdom te krijgen. Dus als jij een Epcot loopt met deze, bezig maar... Magic Kingdom. Cool. We zagen ook... Hé, dat waren wij vandaag. We zagen een meid die had 3 van die dingen om. En ze liep zo. Ik dacht, ja, you win. Weet je wel. Is het dus doorverkocht? Vast wel. Want als je niet kan en je denkt, ik verzamel... Het is echt wel een collectors ding. Sommige zijn ook echt wel veel geld waard. Dit is trouwens maple. Van een Canada gedeelte van Epcot. Dus met andere woorden, de normale popcorn die hierin zit... Is al opgegeten. Ja, die is al op. Dat was Magic Kingdom. En nu zit er maple in. En we hebben nog eentje. In het Duitsland gedeelte hebben we... Ja, deze is lekker. Ook van Caramel Kiekje, net als die, die en die. Werther's Original Handcrafted Caramel Popcorn. Ja, eigenlijk is heel Caramel Kiekje van het Duitsland gedeelte... Is Werther's Original. Doe even zo, ja. En dan denk je, dat is gewoon, dat zijn die karamels. Ja, dat klopt. Maar zij maken er wel echt van alles mee. Dus ik denk dat zij hun karamels smelten en dan dit maken. Ja? Het werd vers gemaakt voor ons. Oh, je zag het ze maken. Oh. Ik ben niet een mega popcorn fan. Want ik heb een spalkje, dus word ik altijd helemaal gek. Maar dat is heerlijk. Dit is echt... Holy cow. Op 5 en 12 hadden we ook zo'n standaard zakje. Met... Ja, maar hoe oud is dat? Pretzels en een chocolate eroverheen. Het zag er heel goed uit, maar... Toen zag ik dit in zo'n grote ton wat ronddraaide en dan viel het en dan valt het. Maar popcorn valt natuurlijk, omdat ook met de karamel gaat het niet gelijk bof. Dus je ziet het en dan zie je het zo zachtjes zakken. Oh. Als een soort suiker. Kinetic sand. Ja. Heel satisfying. Oké. Ja, deze is lekker. Ja, dat is heel lekker. Ook lekker. Ja, heb je die maple nog? Ja, net. Dit is ook heel lekker. De popcorn daar is wel echt super nice. Dus... Dat is ook zo'n ding dat iedereen zegt, ja, dat is natuurlijk, popcorn is nergens lekkerder dan in Disney. Ja, er zijn echt van die liefhebbers. Nou ja, als je zou moeten kiezen, welke snack zou jij dan aanraden? Iemand gaat een dagje. Mensen besluiten 1 keer 1 dag te gaan. Oké, het meest bijzondere, ja, van wat je nooit ergens anders meer of niet vaak misschien gaat eten, is misschien de funnel cake met een gekke topping. Ja. Mickey. Ja? Oké, Mickey pretzel is gewoon een snack. Ja, maar heb je ooit zo'n lekkere pretzel gehad? Nee, maar daarom tel ik die niet mee.
Dus nee, je bent een Nederlands gezin. Je besluit naar Orlando te gaan. Je besluit één dag naar Disney te gaan. Waar ga je voor? Wat is zeg maar, you guys, wij vertellen dit nu aan jullie. Oké. Wat zijn jouw keer? Daarna vertel ik mij. Oké. Als gezin zou ik voor een pretzel gaan dat je kan delen. Of een funnel cake omdat je kan delen. Ja. Yeah. Het lekkerste. Of een cinnabon. Het lekkerste. Ik zou voor die gaan. Ja. En dat broodje ding was ook wel gigantisch lekker. Welk broodje? Ik weet het. Welke? Die met de cream. Oh ja, oh die wou op hebben. Maar goh, ja, oké. Ik zou zeggen sowieso voor een pretzel gaan. Sowieso. Dan zou ik die cinnamon roll halen en meenemen naar huis. Wacht, ik dacht dat je bedoelde dat je echt maar één mocht kiezen. Nee, ik bedoel de dag, je bent de hele dag in Disney. Oh. Pretzel, cinnamon roll mee naar huis. Ik zou inderdaad dit ding halen voor je zoete craving. Mm. Ik zou toch een popcorn bucket of gewoon een zakje popcorn. Maar dat is ook gewoon zo'n simpele snack, weet je wel. Dat is oprecht een leuke souvenir. Want ook de Simba, we hebben die kabeldingen eraf gehaald. Ik weet niet waar die zijn. Maar voor Mila, die loopt er wel mee rond. Maar we doen ook andere snacks erin. Doen af en toe wat snackers in. En ja, en ik had ook bijvoorbeeld dat ik dan s'avonds deed er snacks in. Gewoon van alles. Ook gewoon niet alleen maar snoep natuurlijk. En dan de volgende ochtend was het, wat zit er nu in je snack Simba? Ging ze er gelijk heen openen. Zo schattig. Ja. Mm. En ze loopt er echt mee rond zo. Dat is zo leuk. Speaking of dit soort dingen, dit is dan natuurlijk een superleuk souvenir. Maar stel je wel cadeautjes kopen in Disney? Ze hebben echt hele mooie spulletjes. Tuurlijk, het blijft Disney. Het is niet heel goedkoop of zo. Tip, ga naar de Target. Bij Target hebben ze knuffeltjes, shirtjes, dat soort dingen. Pins. Of net de Walgreens of de Walmart. Ja, Walgreens. Eigenlijk alles hier in de area. Bijvoorbeeld ook waar wij nu zitten met ons huis in de area. Heb je allemaal winkels. Je hebt ook van die souvenirshops. Met dat er dan in Comic Sans staat. Disney dingetjes. Je kan er kijken. Ze hebben overal hetzelfde. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Shirtjes, ja, het is je kan er kijken. Soms is het een soort van oude collectie dingen of zo. Maar als je zoiets hebt van ik ga voor thuis vond iets meenemen uit Disney. Die van Old Town. Oh, die was echt. Die had wel oprecht dingen die ik ook bij Disney had gezien. Komt in de vlog. Maar we zijn naar Old Town geweest, wat heel erg leuk is. En daar waren we naar zo'n gift shopje naar binnen gegaan. En wij zien gewoon de patches die ik heb gekocht. Die had ik voor $25 gekocht. Een hoed die er nog steeds te koop is voor meer. Ja, Gregor heeft wat hoedjes gekocht en toen liepen we in Disney. En toen hingen ze daar gewoon precies dezelfde voor meer. En de patches we wisten dat hij voor daar meer. Hing. Dat je maar denkt, wauw, oké, dit is dus echt gewoon cheap. Ik weet niet of er dan een foutje in zit of zo. Of weet ik niet. Ik dacht oprecht, misschien zijn ze al weg uit Disney en hebben zij ze nu. Maar zingen daar nog? Nee, dus het is de moeite waard om even te kijken. Ja. En er is nog een andere leuke. Bij de Outlet Mall heb je een Disney outlet van Disney zelf. En daar zijn gewoon bijvoorbeeld de Halloween dingen die over zijn. Die liggen daar nu echt gewoon voor verkopen. Ze hebben ook een kaars gekocht. En vorige keer hadden we een pompoen mug gekocht met Disney oren. Of met Mickey oren. Die bedoelt nu, ja. Ja, die ligt nu in de outlet. Terwijl of het was de kaars. Moeten we nog even zien. Ik ook niet weten. Maar. Ja. En verder, weet je wat ook leuk is? Iedereen doet lekker aan wat hij zelf wil. Er zitten heel veel mensen met Disney-oortjes. Dit zijn mijn oortjes met donuts. Ja. Heel normaal, mensen gaan verkleed. Het is eigenlijk bijna een soort van cool als je gewoon allemaal Disney dingen aan hebt. Dan zie je echt bijvoorbeeld, ik zag iemand lopen die had, want het is al 50 jaar. Die had 50 jaar schoenen, sokken, shirt, tas. Dat je denkt, wow, jij bent decked out. Van die loungefly dingen. Ja, het is je hoeft niet daar, hoe zeg je dat? Ik zag mensen met lichtgevende schoenen. Dat is ook leuk. Je hoeft je er niet voor te schamen ofzo. Het is echt een soort volwassen kinderen, het maakt niet uit. Het is een pretpark van iedereen. Het is een soort van Disney bubble. En ja. Dat maakt het gewoon heel leuk. Maar ik kan ook niet wachten tot we ooit een keer naar Universal. Voor nu is het niet interessant. Nee, Mila is nog te jong eigenlijk voor Universal. Er komt daar ook een Mario Park, hè? Mm-hmm. Oh, nou, lijkt me ook leuk. Ja, heel leuk. Maar goed. Ik hoop dat we jullie genoeg hebben kunnen vertellen over Disney. En alles wat erbij komt kijken. Ik zit nu. Dit laatste hapje had ik niet meer moeten doen al.
ik wil die pretzel ook nog opeten. Mm. Ik vind het superleuk om hierheen te gaan. Het is een ervaring. Het is heel leuk met familie. We hebben het nu met familie ook één dag gedaan. Animal Kingdom, fantastisch. Met ons gezin, superleuk. Ja. Ik kan het iedereen aanraden. Zodra ons huis in de verhuur gaat, horen jullie het vanzelf. Dan kan je ons huis ook huren als je het leuk vindt. Ja. En dit was het. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie al snel wel. En check de vlogs als je meer Disney content wil. Ja. Bye.